de veiligheid voor uzelf, maar ook voor uw omgeving zo groot mogelijk maakt. Want de Omicron-virus is... Ja, dat is zeker. De spanning is groot. En bekijk of de toppers die in Amerika zo goed het hebben gedaan, waar natuurlijk ook een geweldige strijd was tussen Marianne Vos, die zit daar brengt. We zijn vertrokken. En we gaan kijken wie hier als eerste over de meet komt. Want de start is uitermate belangrijk om in het veld gelijk de goede positie te krijgen. Kijk even, met Dickhout staat bij Planken met Leonie Beltman in de vierde positie. En Laura Molenvaart die zich gelijk kan de kop zetten met Leonie in de derde positie op dit moment. Dat zijn de dames zoals in de volgorde, in de slagvolgorde naar boven gaan. Hier bij het Nederlands kampioenschap. Met Laura Molengraaf, die in 2020 was nieuweling, dus zij derde te worden. Kortom, ja, dat zijn er toch wel de vrouwen die nemen zich op dat werk van voren. En ik kijk hier nu al even naar een rood aangelopen gezicht van Molengraaf uit Capelle aan de IJssel. Zij ziet er nog steeds voor zich. Leonie Bentveld, dat gaat natuurlijk alles op alles zetten om dichter bij Leonie te komen, die inmiddels al weer van de fiets is gesprongen. Rennend met haar fietsenparcours vervolgen. Dan in de afdalingen op dit moment hebben we Pen Hoefmans als tweedejaarse junior. En zij wordt op de voet gevolgd door niemand minder. Dan even kijken hoor, we krijgen lachen. Wat zijn we in de wedstrijd gevolgd? De toppers die ook van voren verwacht, maar ja, de druk is groot, je verwacht het al en dat zal ook moeten gebeuren. Maar zoals er een groot voetballer al zei, aan de top staan is echt. Aan de leiding en we moeten de verrekijker erbij hebben. De 400 wordt hier aangegeven. Dan gaan we eens even kijken wat er van boven plaatsvond voor het vertrek.
is natuurlijk, want ja, je hoeft maar onderuit te gaan en dan kan het zo zijn dat er natuurlijk Laura Molengraaf weer in de buurt komt, want dat kan heel snel. De 10 seconden. De worstel is op dit moment in te worden. Hier kan het hem door doen komen. Maar opnieuw even de brandstoftank volgegooid. Want die gaat hier als een jekko hier over het parcours. Om hier die achterstand, om dat hier terug te halen. Als we hier Lisa Knossen, als we hier voorbij zien. Of Luna Knossen uit Apeldoorn voorbij zien komen. Van het geweldige team MBC Far End, een geweldige vereniging in Apeldoorn met heel veel leden. Organiseren ook heel veel evenementen voor hun leden. Natuurlijk ook voor al die andere mensen die daar gebruik van maken. Een begrip in het mountainbike. Vijfde positie is even de rug strekken voor Silje Bader. Zwaar. Maar mijn collega Mario die ziet van boven op de bult hoe zwaar het is. Ja, dat zie ik absoluut. Ben Hofmans heel blij om even lekker op dat harde asfalt te mogen rijden. Maar ja, voor je het weet, dan draai je dat middenterrein erop. En dan weet je gewoon, dat wordt weer schroeven. En je ziet het gewoon ook aan de lichaamse taal van de veel mensen. Het wordt al. En de rest is allemaal het zicht van mijn collega Mario. Hier in de tempel zien we daar aan de overkant. Die willen in die tempels die hier in afgaan. Die zijn ook. Laura Molengraaf zien we daar rond draaien. Het is voor degene die aan de zijkant staat, draaien en keren. En mijn collega staat gelukkig op de bult en heeft veel beter de helikopterview op dit moment. Maar op de leiding nog steeds Leonie Benveld, meer dan een minuut voorsprong op Laura. Ik zie we hier rond draaien. Twee ronde koers nog voor de dames die hier op dit moment doorkomen. En als laatste komt hij nou door Joyce Mulder, heeft dus onderweg de nodige problemen gehad. Lag op een positie 3 plaatsen eerder, maar dus nu in de laatste positie Joyce Mulder. Op dit moment zijn de dames, tenminste Leonie Benveld, zo
verder afwachting is van de doorkomst van de leider zelfrijden. Dat is gewoon een talent met uitroeptekens tegen Willy die wel staat. Die in deze lijn in het veld, in het land te kijken. Maar ook dat de weg op een uitstekend manier op de voeten kan. Maar voor het Nederlands kampioen in 2017 in Heidelberg. Verder de dame die bij herhaling op het allerhoogste podium staat. En dat vanuit de jeugd geweest door te zetten naar ook ja, de goed gaat. Dat een wereldtopper hier in het veld rijden in Hogeveen naar zich toe weet te trekken. Ja, ik zie de ketmeester meteen het continu zij blijft geconcentreerd. Ik zag haar zojuist boven komen. Ja, en hoe mooi is het dan natuurlijk ook voor al die pers. Want als je de gezichten ook inderdaad ziet van de meiden, dan zie je gewoon dat ze ook echt alles geven. Maar dat het ook wel, ja, laat ik maar goed. Ja. Die we hier voorbij zien komen, die is nog wel van plan om nog een plaatsje op te schuiven. Ze ziet er nog redelijk donker op de fiets. Het is ook natuurlijk een kwestie van krachten verdelen over die 40 minuten om niet te vroeg op te branden. Maar als we daar in de afzinken, daar zien Leonie Denveld bezig dus in de laatste ronde van het Nederlands kampioenschap. Zien we hier naar beneden komen en dan de draai en dan zien we achter de podium waar we straks als het zo doorgaat haar de... Er zien we het veld Luna Knossen die nog eens even rechtop gaat proberen te zitten, even de rug, even de ruimte te geven om wat te herstellen. Dat is natuurlijk wat voorstelbaar zwaar. En dan moet je ze nu dan even zorgen dat je even de spieren weer wat ontspanning weet te geven om daar weer door te kunnen gaan. Dan zien we bovenop de bult, zien we daar Laura Molengraaf die naar beneden gaat. Oh, goed uit de pedaal. Maar ze heeft nog een stukje af te leggen voordat ze dan daadwerkelijk bij jou aan zou komen. Om Lauren Molengraaf zit op hetzelfde stukje daar waar net Leonie tegen die fiets wilde zeggen, nou kom op nou. Gaan we gewoon die lekker doordenderd. Ja, ik ga haar even kijken, want Leonie Bentveld gaat nog eens even powers nog even in de etalage zetten. Zij is de dame die hier een Nederlands kampioen werd. Fiets omhoog. Ja, maar je hebt het ook echt zelf gedaan, Leonie. Die fiets heb je natuurlijk, dat doet niks.
En we zijn vertrokken. De fluit heeft geklonken. Dat betekent dat hier een noodgang de zaak in het veld gaat. Ja, dat is een kudde hoor, 50 man. Oh, valpartij hier gelijk aan de voorkant. Hier EHBO hier in de buurt. Even kijken. Nee. EHBO hier gelijk bij. EHBO gelijk bij. Het achterste gelukt door de voorpartij waarin we gelijk Jelte Jochems als eerste het veld in zagen draaien. En hier problemen voor Thijs Wermers en ook Stefan Jansen bij die valpartijen betrokken. Ja, behoorlijk gaaf, want hier Ivan Oudekerk uit Leiden. Goed beschouwd. Maar kijken dat er geen breuken of andere zaken zijn, natuurlijk helemaal vol van de adrenaline. Voor de materiaalzone naar de buitenkant moeten van het parcours, dus niet naar de rust toe. Alleen in de materiaalzone worden begeleiders verwacht. Die zijn ook al zodanig hebben toestemming gekregen en de rest moet van het parcours. Dat zijn de voorschriften van de veiligheidsregio waar de organisatie zich aan heeft te houden. Dus alsjeblieft, lieve mensen, begeleiders, weg van de bult, weg daar. U heeft daar met de respect gezorgd helemaal niks te zoeken. U moet naar de buitenkant van het parcours, daar mag u kijken naar de koers. Mario. Ja, Wikus en natuurlijk ook alle mensen aanwezig. We zien de junioren alles geven wat mogelijk is. Het is een en al blubberen, het is glibberen. Je ziet regelmatig er een op de grond liggen en dan maar weer overeind krummelen. Gillende, gierende remmen. Het is een en al blubber.
Ja, hier in de afdaling op dit moment David Haverdink. Hij knalt lekker richting het middenterrein. Daar waar het aan alle kanten draaien en keren is. Met zoals al gezegd ook bij de juniorvrouwen. Daar op dat middenstuk, daar is het ook super lastig. Terwijl ook Jelte Jochen zich begeeft richting dat middenterrein. En dan is het inderdaad Gilles Nagegast. Ik moest even wennen, ik was natuurlijk gewend dat ik het tenue zag van de peddelaars. Maar dat is even een ander verhaal. Het kan dan heel veel peddelaars doen, stroken door de aderen. En dat doet eigenlijk een uitstapje daar dan eigenlijk helemaal niks aan af. Want het bloed van de peddelaars is dat zit in de aderen van deze Nagegast. En hij is goed bezig, hij rijdt hier binnen de eerste 10. En dat volgt hier tot de parcours, we zijn nog aan het begin van de koers. Maar hij kent dit parcours natuurlijk ook als een zuintje waar de doden in de kring worden uitgevoerd. Onder de beginnende leiding van Jenny Dekker, zelf een klaspak die op het allerhoogste podium heeft gestaan. En die in de afgelopen weken de nodige inspanning heeft verricht om dag en nacht te doen. Dat het een mooi en prachtig parcours komt. Die maakt dat we de beste hier kunnen gaan winnen. En we zijn dus vol verwachting van ons hart. Het lijkt wel Sinterklaas om te kijken wie hier als eerste straks. Want hij gaat positie, gaat hij inleven. Hij komt verder naar voren in het veld en dat is heel erg knap.
van de eerste jaar junior uit Groepen, die gaat er dan aan dat hij van first leg naar zijn over de talenten beschikt van DU. Het lijkt 2 jaar geleden meer dan 400 leden, een voorstelbaar genomen gewoon in de kader. Jan van Aarton, een gewicht zeker in de kontrijen en op de grote rivieren. Thank you.
ik was er net een mooie in. Laatste jari. Maar Jelte geeft niet af. Ze gaan de bel naar de hut. Om er voorbij te komen, op dit moment is het weer aan de achterzijde. Jelte Jochems die in de blubberbocht, want dan gaan ze steeds dieper door het water. Dat hij inderdaad, je moet het even met de voeten los uit om zichzelf overeind te houden. Dat heeft ze dus... ...is aan het duelleren voor de zilveren positie. Voor het NK, die de bel krijgen voor de laatste. Technisch heel behendig doet. En we zien het verschil met Jelte Jochems die best heel veel op zijn power kan doen, op kracht kan fietsen. En dat is toch wel een mooi verschil om te zien tussen die vervolgens ook zijn weer de koers. Zagen Jan Plas, zagen we doorkomen. Alles wordt gebeld voor de laatste ronde. Jan Plas heeft een mooi seizoen gedraaid. Tweede was hij bij de Nationale Velderen in Breda. En hij was ook de winnaar van de Velderen in Woerden. Het Crossing heeft gebeurd. Cross, in Nijverdal. En ook in de Jeannette Memoria. En dat ook derde in Nivee bij de Velderen in Kortom. De man in bonus die koers top vergeten uit mijn hand op de volgende positie als ik het wel heb. Het verschil maken. Ik zie nu toch dat die deksels de Fries van der Einde nu toch een verschilletje mee te maken van zo'n 20 meter op de man die de hele tanden gaan omhoog. Na een week misère, na een hele vervelende wedstrijd is hij hier de man die laat zien dat hij van de wereldtop is. Hij is Nederlands kampioen, komt hier over de mee en terecht natuurlijk de man. Ah, mooi, Freek, krachtje. Ja,
Hebben om in het veld te komen. De spurt, alsof het leven ervan afhangt. Het is Meka Baka en Selena Bas die elkaar gelijk te pakken nemen. En hier naar boven gaan, gelijk de boeken naar boven. En bij jou Mario zou je kunnen zien wie als eerste de top bereikt. Ik ben dat hier niet voor pas gegaan, bijna dat ik daar. Dan zijn we aan de richting de sloot. Dat is inderdaad een smal slootje. De schuine bal waar dan de meiden straks ook langs staan. Is de meeste daar is links achter de langste in de sloot. Wordt dan meteen gevolgd door Lobby Moes. En dan was er de ik voel mijn voeten niet. Tweede plekken waren de Thank you.
Dankjewel, Rob. Yes, yes, yes. Lekker bloem, slim zijn we geroepen. Thank you.
Inspanning toch een beetje bekopen en teruggevallen dus in het veld. Ja, hier Manet Huizing voorbij komt, denk ik op een 9e positie op dit moment. En dan hadden we binnen de eerste 10 hadden we ook Selena Bas, die een positie binnen de eerste 10 om die vast te houden als we hier Anna Kiers voorbij zien komen. En hier hebben we Selena Bas, dus Anna Kiers is Selena Bas voorbij gegaan. En Jente Koops ook al in het achterwiel van Selena Bas, die het moeilijk heeft om zich te kunnen handhaven in de top. Laatste ronde voor Rood Müller uit de Groningen, de eerste jaar Müller. Selena Bas eventjes het, de blubber even aan moest raken met de billen, om het maar zo te zeggen. Ook zij gleed onderuit. En dan zien we gewoon ook dat het parcours natuurlijk steeds lastiger wordt. Maar ook zij inmiddels gelukkig weer op de fiets. Wel is het voor de laatste ronde voor de dames die nu op dit moment nog doorkomen. Je ziet aan Christen gezicht dat de inspanningen van een gezicht zijn af te lezen. Het is een heel zwaar parcours. Waar we hier ook Annalinde van Dorp in de eerste 20. En de tiende positie de eerste 20 rijden. Problemen op dit moment voor Noé Moes. Ook zij de ketting weer opnieuw erop moeten leggen. Ah, dat heeft ze snel gefietst. En ze klimt weer op de fiets en dan de wedstrijd weer vervolgen. En ook hier hebben we klassering voor de nummer 24. Jenna van Tongeren dacht op de 22e positie. Rekabaka richting weer dat middenstuk tussen die oranje boordingen door afdalingen, rennend naar beneden ging. Ja, en soms als je al een paar keer bent gevallen of wat dan ook, ja, dat weet ik misschien niet. Ik zag nog de officiële berichtgevingen vanuit mijn waarneming vanmorgen. Aan alle kanten draaien en keren. En het is daar waar de blubber op de hoogte is, om het zo te zeggen. Plaats 24 over de meet krijgen. Moeman vandaan, die in de vraag uit die je niet door. Ook een eerste jaar. Geweldig. Gaat hier over de streep. Met een lachend gezicht. Ja, die kan echt ontzettend blij zijn. Want die heeft zich laten zien als. De takken zien vierde bij Breda. Vijfde bij de World Cycle Cup in Rutte. En hier vandaag een zilveren medaille. Onvoorstelbaar goed. Regelmatig, niet altijd in bij de. Van de moeite kort. Dan moet je de zaak tot het einde van de boodschap op de beek krijgen. Deze positie te vellen. Het is een goede maatregel. Het gaat op de achtergrond. Een goede maatregel.
binnen, Selena. Kom nog. Hoppatee, dat was goed. En daar zijn we vertrokken. Daar zijn we er van tussen. Kijken welke jongens het beste in staat zijn om als eerste. Het is Havendinks die van voren zit. Floris Havendinks, ja, dat zit die jongens uit Zuid-Laren in de bloed. Trainen natuurlijk met Groentje, die al het goud heeft binnengehaald. Zijn de hele wereld eerste, dat de jongens van de Pennelaars. Drie miljoen nagevasten, Danny Tuur, weet je van voor de beetje zit de handhaven gelijk vanaf de schut. Natuurlijk zijn ze als eerst opgesteld, maar dan moet je natuurlijk... ...in de middag onderbreken. Dan wordt het een beetje opstopping in de wereld. Want het is zo dat ik denk, je kan allemaal naar voren willen. En dan is het inderdaad een zoekelgebruik, want dat we dan naar beneden zitten. Dat is een onrustig gevoel. En dat betekent dat we daar naar beneden zitten door drie supporters. Dat wordt het hoogste van de kom op, Mark! Kom op, Kom op, Mark! Want je weet dat ik dat niet krijg, dat was in 2018 bij de Pennelaars. Kom op, kom op. In die categorie 6 werd hij derde. Ik heb het gevoel dat ik een beetje 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 een
dat hij daar bij zijn broer David, dat hij dat ook volgen. Dat twee jaar geleden in Rietse, was hij in de Nederlands kampioen voor Jelte Jochems en Menno Huijden. Dus het zal dat zijn als de familie Haag in de Nederlands kampioen gaat naar de Oerloor. Het hoofd schuddend en waar de zaak uitermate goed onder controle. Gaan we kijken naar de nummer 2. Op dit moment heb ik op 16 seconden, 17 seconden, 18, 19. Nee, voorstel. Thank you.
De laatste ronde voor de renners, 30 minuten koers. 20 minuten hebben we ruim goud zonder de wielen voor de jongens die nu doorkomen. Waar het klimmen, dalen, klauteren, zandlopen is. En ook zorg dragen dat je droge voeten weet te houden. Zeker bij de slootfeestjes die er zijn. Wel voor de laatste ronde, ook voor dit trio en Nick, wat er naar elkaar zit te kijken. De strijd continu met elkaar aan. Als ik het net met een goede staan een aantal mensen voor. Maar volgens mij is het op dit moment Luca van der Veeken die Ruud een klein beetje inderdaad voorbij is gegaan. Die dat heel goed heeft aanschouwd daar. En dan gaan we kijken hoe zich dat weer vervolgt. Ja, maar daar hebben we de man die aan de leiding gaat bij het Nederlands van de Nieuwelingen. Dankjewel, we waren hier bij mij op de achterkant, zie ik aan de achterzijde. De leiding Virginio Navelgas met Luca van de Beekenhoorn, ze zijn al elkaar gewaagd. Ik zie ze er nog vooraan dat ze de surplat gaan organiseren. Dat dit moment de twee bij elkaar. Proberen elkaar dat even moeilijk te maken. Het is een technische zaak en dan is het kwestie van goed op de fiets blijven. Dan ben je snel boven en dan ben je toch een paar meter te winnen om het Luca van der Veeken moeilijk te maken. Ruud Junior Nagegas, we zien het al, Danny Turkstra daarboven. Ah, Danny Turkstra, dat is een man toch met de inhoud. Die probeert daar in de buurt te komen. Heel langzaam maar zeker kruipt hij naar die twee toe. En dat betekent dat op de plaats 3 er nog heel veel te doen is. Het is nog zeker niet gedaan hier als we halverwege de laatste. De tweede jaar zien er achter. Nu wat draagt de middenvinders af. Hij doet het. Je hebt een lachend gezicht. Dat zegt hij dat hij werkt geweest. Die Luca van der Veeken in de laatste 100 meter helemaal teruggeleid. Even
Het Nederlands kampioenschap veldrijden hier bij de Pennelaars in Hogeveen. Op een prachtig parcours waarin Jens Dekker de hand aan heeft gehad om dit te organiseren. Volgende week.